Kerstmis brengt ons innig en gezellig samen. Dit jaar weliswaar wat afstandelijker, maar het geeft ons toch een warm gevoel dat jullie, van waar dan ook, dit feest samen met ons willen vieren. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, God die zijn liefde voor ons zichtbaar maakt. Mogen Hij ons samen zijn, rond de krippe zegenen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vier adventsweken zijn aan deze dag voorafgegaan, waarin profeten verwachtingen hebben gewekt en geleidelijk onze hoop op licht hebben gevoed in deze onzekere, donkere wereld. Voor elke week brandt er een kaars. Vandaag ontsteken we een vijfde vreugdekaars, omdat het kind geboren is. Door God gezonden als het licht in de duisternis, mogen dit voor ons een nieuw begin zijn. Telkens opnieuw wordt het Kerstmis. Je merkt het aan zoveel dingen. Kerstmis vieren. Maar sta je er nog bij stil waarover het gaat? Of beter, over wie het gaat? 2000 jaar geleden werd er een kind geboren. Kwetsbaar en klein. Om mens te zijn naar het hart van God. Een vreemde God toch, die zijn beslissende boodschap begint bij het verhaal van een hulpeloos kind. Het begon allemaal op dat onooglijk plekje in Bethlehem. Een onvermoede stap in de mensengeschiedenis. Een stap die tot op vandaag richting geeft aan ons bestaan. God begon heel klein met Jezus. Zo klein dat wij hem in onze wereld niet meer zien. Is God nog zichtbaar in ons leven? Is Hij nog welkom? Wat betekent dit kleine kind voor ons? Kerstmis begint met nieuw leven. Vrede begint met vergeven. Heer, bij Jezus' geboorte was er geen groot feest met vele en dure geschenken, maar wel een boodschap aan eenvoudige mensen, de herders. Zonder cadeautjes bezochten zij het kind in de stal en schonken hem hun hart en hun tedere vriendschap. Om de keren dat we verblind waren door glitter en goud en meer dachten aan ontvangen dan aan geven, bidden we: wil ons hiervoor vergeven, Heer. Adoramus te, glorifica.
En laten we bidden. Goede God, het lijkt wel of veel schitterende woorden hun glans hebben verloren. Vrede op aarde, God met ons, oude woorden die met kerst in onze kerken klinken. Maar wat zeggen ze ons nog in een wereld vol geweld, waar geen plaats is voor u, God? Hoe zorgen wij ervoor dat mensen er nog door geraakt worden, licht zien en hoop krijgen? Wij bidden u, God, open ons hart, opdat wij uw blijde boodschap duidelijk zouden verstaan. Laat het licht van deze kerstdag ons verwarmen, zodat we vol vertrouwen geloven in de toekomst, waarin gij ons zegt, ik zal er altijd zijn voor u. Amen. Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn en licht in de ogen te dragen. Een paar mensen nabij en een plek om te zijn, waar men brood en wat vriendschap mag vragen. Niet zoveel om gelukkig te zijn en hoop in het hart te dragen. Een paar woorden van troost en van trouw, een bloem, een pasgeboren kind en wat warmte in koude dagen. Met God diep verbonden leven, een gastvrij hart, een open deur en vensters met zicht op de wereld. Een hand op het hoofd van wie lijdt en de andere hand leeggegeven. Dat maakt pas gelukkig. Weinig is er nodig om gelukkig te zijn en vreugdevol op weg te gaan. God mag weten waarheen. Hij is lief en begaan, met ons lot als geen één. Hij bewaart onze droom in zijn hand en geneest alle pijn in dat andere land dat de hemel zal zijn. Eigenlijk is er weinig nodig om gelukkig te zijn. Het volstaat zich bemind te weten, als kind van God. Geen mens heeft God ooit gezien, maar Jezus heeft ons tot hem gebracht. Kerstmis kan gebeuren op duizenden plaatsen. Ieder dorp en elke plek kan Bethlehem heten. En ieder hart kan een kribbe zijn waarin de liefde mens wordt voor ons. Ich möchte doch still süß, süß, ein Kreis.
De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad van Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en ze werden omstraald door de glorie van de Heer, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Gij zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. Zij verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Woord van God. Wij danken God. Beste vrienden, we hoorden zo net in het evangelie hoe de herders van verstomming geslagen waren, toen plotseling een engel voor hen stond om het goede nieuws van Jezus' geboorte aan te kondigen in de stad van koning David. Dit goede nieuws, of deze blijde boodschap, is een mooie vertaling van het woord evangelie. De vrede wordt namelijk aangezegd aan de mensen die God lief heeft, de mensen van goede wil. De kern van de kerstboodschap is: eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Als we elkaar een zalig kerstfeest wensen, heeft dat alles te maken met vrede en verdraagzaamheid. Dat je het goed meent met elkaar. Veel mensen rondom ons maken nu een moeilijke periode door in hun leven. Ik denk aan alle mensen die in armoede moeten leven en die niet aan hun kinderen kunnen geven wat ze willen geven. Ik denk ook aan al wie het afgelopen jaar afscheid heeft moeten nemen van een dierbare.
Ik denk ook aan al wie neergeveld is door ziekte en verdriet. Juist aan hen die in het donker zitten, wil het kerstekind licht brengen. Juist zij hebben recht op dat licht. Als God mens wordt in deze wereld, dan wil Hij daarmee laten zien hoezeer Hij ons graag ziet en met ieder van ons begaan is. Met ons, zijn kinderen. Jezus is geboren op een onooglijk plekje, tussen het herdersvolk van Bethlehem, de stad van David, de koning en herder, die echte zorg had voor zijn kudde. Maar waarom is Jezus net daar geboren? Waarom in een stal omringd door een os en een ezel? Is dat nu de hofhouding van de God der hemelse machten? Als God zich voor ons zichtbaar wil maken, waarom dan als een pasgeboren kind, zwak en weerloos in een voederbak? Zwak en weerloos, dat is het niet wat we van God verwachten. En die ouders dan, die voor hun kind geen dak gevonden hebben en die daar staan met lege handen. Als we naar God gaan, dan is het toch altijd om af te geraken van onze miserie, onze angsten, onze onmacht. Waarom toont God zich vannacht zelf in die onmacht? Wat wil God ons daarmee zeggen? Jezus geboorteverhaal is eigenlijk het visitekaartje van God. In de hulpeloosheid van het kerstekind zegt God ons dat we niet alles van Hem moeten verwachten, maar dat we ons ook moeten inzetten voor Hem en voor elkaar. Op dit moment zegt God tegen ons: ik heb jullie geschapen naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Ik heb je alles gegeven wat je bent. En ik verwacht ook iets van jou. Vannacht kom ik tot jou, als dat kleine kind dat niets uit zichzelf vermag en dat alles van jou moet krijgen. Wat doen we in ons leven voor God, beste vrienden? Wat doe ik voor de mensen die mij gegeven zijn om mee samen te leven? Wat doe ik met de schepping die God aan onze zorg heeft toevertrouwd? Het kleine kind in de kribbe doet een appel op ons, op onze liefde. God is vannacht komen aankloppen aan de deur van ons hart. God roept ons op om de vrede en het licht van Kerstmis rondom ons te doen stralen. We zijn geboren voor een leven met elkaar, wie we ook zijn. We zijn er voor het leven en de liefde, niet om elkaar af te breken of om elkaar te laten vallen. Beste vrienden, met Kerstmis is er licht gekomen in de duisternis. In alle armzaligheid kwam Jezus als een goede herder op deze wereld om ons leven te delen. Vooral het leven van mensen die in een donkere periode zitten in hun leven. Zeker nu, in deze tijden van corona. Laten we oog hebben voor de mensen in nood. Voor mensen die in deze donkere dagen op zoek zijn naar warmte en hartelijkheid. Want ook voor hen is God mens geworden. Ook aan hen zegt God: ik zie je graag. God zet de eerste stap in de liefde. Hij is de liefde zelf. Hij gaat rond, kloppend aan de deuren, om een plaatsje te vinden waar hij geboren kan worden. Ook bij ons, bij jou klopt hij aan. Hij zou graag geboren worden in jouw hart. Heb jij een plaatsje voor mij, vraagt hij. Ik heb slechts één verlangen, zegt God. Ik wil bij jou zijn, alle dagen van je leven. Amen.
graag, willen we van hieruit Gods licht in woord en daad uitdragen. Laten we samen getuigen dat we in zijn manier van leven, in heel zijn persoon, geloven. Ik geloof in God de Vader, die ons met zijn goedheid en mensenliefde verschenen is in de geboorte van het kind van Bethlehem. Ik geloof in Jezus, voor ons geboren als teken van hoop en als oproep om naar zijn voorbeeld warmte en licht te zijn voor medemensen. Ik geloof in de Geest die ons warm kan maken voor zwakken en eenzamen en die ons de kracht schenkt om de kerstboodschap in woord en daad te beleven. Amen. Liefdevolle God, Gij komt onder ons wonen, omdat Gij niets anders wilt dan ons geluk. Daarom bidden wij U op deze kerstmorgen vol vertrouwen. Het is kerstmis, telkens als we een traan wegnemen bij ziekte en verdriet, vrede sluiten en haat vergeten. Telkens we lijden helpen verlichten en een woord van liefde spreken. Telkens als God de kans krijgt om in ons leven een teder mens te zijn. Laten we daarvoor bidden. Het is kerstmis. Telkens we nieuwe hoop geven en iets goeds zeggen van onze naaste. Als we een glimlach op hun gelaat toveren. Als ons hart gaat spreken en onze deuren opengaan. Laten we daarvoor bidden. Het is kerstmis als we de moed vinden om naar mensen in armoede toe te stappen. Mensen die hun levensdroom nog niet konden waarmaken. Kansloze kinderen die in armoede moeten opgroeien en van generatie op generatie gevangen zitten in een vicieuze cirkel. Dat zij mensen ontmoeten die solidariteit in beweging brengen. En dat wij zo'n mensen zijn. Laten we daarvoor bidden. God onze Heer, wij bidden U voor ons. Kerstmis maakt van ons echt kerstmensen, in wie God ook vandaag mens mag worden, met hoop in de ogen en geloof in het hart. Kerstmensen die aandacht geven aan al wat er leeft, aan hoop en vrees, aan zorgen en verlangens. De pijn die we meedragen, dierbaren die we gedenken, mogen wij wat meer kerstmensen worden. God onze Heer, wij bidden voor ons. Kerstmis is elk jaar opnieuw een begin. Misschien heeft het kind het wel zo bedoeld, als een voortdurend herhaalde herinnering aan het goede dat zit in ons allemaal. Als herinnering dat dit onze opdracht is, nu met kerstmis en het hele jaar door. Amen. We brengen nu een mandje aan, gevuld met papieren kerstballen, waarop onze vormelingen een wens en of gebed hebben geschreven voor de mensen die ze graag zien en voor wie ze heel bijzonder willen bidden in deze donkere dagen. So as prophet and song,
Laten we bidden, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Menslievende God, op deze tafel staan de gaven als teken van onze goede wil. Er is brood en wijn, de tekenen van ons leven, en er is het licht van uw nabijheid. Wij bieden onszelf aan en wij bidden, laat ons gezicht het uwe worden. Laat onze handen uw liefde delen. Laat onze voeten uw ster volgen, om de blijde boodschap te verkondigen. En word weer mens in ons, hier en nu, vandaag en al onze dagen. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, goede Vader, in deze dagen willen wij u danken, u erkennen als onze God. Wij geloven dat u met ons begaan zijt, vandaag en alle dagen. Op deze dag gedenken wij uw komst in onze wereld, uw komst in het hart van elke mens. Uw woord dat mens geworden is, zichtbaar in Jezus de Christus. Daarom zingen wij u het loflied toe. Gezegend is Jezus, die u in de wereld heeft gezonden, de vriend van armen en van kleinen. Hij is ons komen tonen hoe we van u kunnen houden en van elkaar. Hij is ons hart komen zuiveren van het kwaad dat vriendschap verhindert, van de haat die het geluk belet. Hij heeft zijn Heilige Geest beloofd, die met ons zal zijn van dag tot dag, opdat wij zouden leven van uw leven. God onze Vader, wij bidden u, zend uw geest over dit brood en deze wijn, dat zij het lichaam en het bloed worden van Jezus onze Heer. De avond voor zijn dood heeft hij ons uw liefde betuigd. Hij was aan tafel met zijn leerlingen en nam een stuk brood, sprak een gebed uit om u te zegenen en te danken. Hij verdeelde het brood en hij gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei, neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dan nam hij een beker met wijn. Nogmaals sprak hij een gebed uit om u te danken. Hij liet de beker rondgaan bij iedereen en zei, neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Hier gedenken wij, goede Vader, de dood en de verrijzenis van Jezus, de redder van de wereld. Hij heeft zichzelf aan onze handen toevertrouwd om het offer te zijn dat wij u nu opdragen
en om ons tot bij u te brengen. Verhoor ons, goede God, deel uw geest van liefde mee aan allen die aan deze tafel aanzitten, dat zij zich meer verbonden weten met uw kerk, met paus Franciscus, met onze bisschop Jozef en met allen die werken voor uw volk. Vergeet niet hen van wie wij houden en evenmin degene van wie we niet genoeg houden. Herinner u allen die gestorven zijn en ontvang hen met liefde in uw huis. Breng ons bij u, samen met de maagd Maria, de moeder van God en onze moeder, als de dag gekomen is voor het grote feest van het Koninkrijk van de hemel. Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn, van Christus onze Heer, u toezingen en u blijven toezingen met deze woorden. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel, zo bad Jezus. Het Koninkrijk der Hemelen heeft alles te maken met deze aarde. God is te vinden in een hulpeloos mensenkind, in de mens die naast je is. Laten we in verbondenheid met zovelen samen het Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In elke viering wensen we elkaar de vrede van de Heer toe. Laten we vandaag ook verenigd zijn met al diegenen die hier niet in de kerk zijn, die in onze straat wonen of in een tehuis verblijven en die het zo moeilijk hebben omdat ze alleen zijn, verdrietig of bang of ziek. Laten we jullie allemaal de vrede van de Heer brengen, een teken van licht bezorgen en jullie laten voelen dat we aan jullie denken. Die vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En die vrede van Kerstmis wensen ook elkaar van ganser harte. Vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. In het kind van Bethlehem is God mens geworden en ons nabijgekomen, zodat we met hem samen aan tafel kunnen gaan en eten van hetzelfde brood. Gelukkig zijn wij, omdat wij daartoe worden uitgenodigd. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Seid mir gekommen von du.
Ik zocht u, God, in de kruinen van de bomen, in het zuizen van de wind. Ik zocht uw spoor in alle kleuren van de hemel, als de zon haar dag begint. Ik zocht u in de stilte, tussen muren van abdijen, in de lange gangen waar monniken geruisloos mediteren. Ik zocht u in boeken, rituelen, en eeuwenoude gebaren. Maar op kerstdag valt alle zoeken stil. Dan wordt de wereld als vanzelf ingetogen. Op kerstdag vertelt God dat onze wereld ook zijn wereld is en dat elke mens door hem gezien en bedoeld is, als een wonder uit zijn hand. Een wonder om lief te hebben. En laten we tot slot bidden. Goede God, help ons op deze kerstdag te geloven in het wonder dat een betere wereld mogelijk is, als we naar Jezus voorbeeld mensen van licht worden. Mogen uw geest ons kracht en moed schenken om het licht van Kerstmis te laten schijnen in ons eigen hart en in ons eigen huis. Voor alle mensen, dichtbij en ver weg. Dit vragen we voor elke dag van ons leven. Amen. Graag wil ik jullie nog herinneren aan de actie Zet je benen in, dat nog doorloopt tot 6 januari, Drie Koningen. Je kan je bij het wandelen laten sponsoren door familie, vrienden of wie dan ook. Elke kilometer geeft dan een warm gevoel om iets te kunnen betekenen voor de meest kwetsbaren onder ons. Jullie bijdrage hiermee gaat ook integraal naar ons project van welzijnszorg, de ruimtevaart, en kan gestort worden op het rekeningnummer dat jullie vinden op de website Kerk in de Druivenstreek. Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze zelf ook zijn. Zalig kerstfeest! De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Jezus werd geboren in een kribbe, opdat wij ons allemaal verantwoordelijk zouden voelen. Voor hen, voor het tot leven brengen van goedheid, het geloven in de broze dingen die het leven de moeite waard maken voor iedereen. En daartoe zegen ons de menslievende God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van harte een zalig kerstfeest.